Welkom bij de tutorial hoe snij ik een document uit met snijtekens. Dit is mijn document, die heb ik naar de printer gestuurd. En ik zal hem heel even uit de printer halen. Ik ga hem nu uitsnijden op de snijtekens die ik heb aangegeven. En ik gebruik daarbij een ijzeren liniaal en een snijmesje. Je zorgt dat het mesje scherp is, dus meestal breek ik dan, als ik al een aantal dingen gesneden heb, breek ik het mesje af. Ik gebruik ook een snijmat hiervoor, want anders dan snij je of op je bureau, op je tafel en dan beschadig je allerlei materiaal wat daaronder zit. Ook kun je niet goed snijden als je geen snijmat gebruikt. Nou, hoe ga ik te werk? Ik blijf binnen mijn vel. Ik ga de snijtekens opzoeken, leg mijn liniaal er tegen. En ik ga nu van boven naar beneden, ga ik snijden. Ik snij het vel wel door, maar ik ga het vel niet helemaal van boven naar beneden kapot maken. Ik blijf binnen mijn A4'tje. Dat doe ik omdat ik dan deze snijtekens gebruik voor deze kant. Als ik hem eraf snij, dan ligt hij natuurlijk niet meer op de juiste plek. Ik draai mijn vel, ik zoek de snijtekens op, leg mijn liniaal er langs. En ik maak een snede. Draai ik hem nog een keer. Zorg dat je je liniaal goed legt van het ene snijteken naar de ander. En dat je je mes recht naar beneden op het papier zet. Als je schuin gaat, dan maak je heel vaak vervelende karteltjes. En als je dik papier hebt, dan ga je schuin snijden. En dat is gewoon heel erg jammer, want dan klopt je formaat niet meer. Nou, dit was de laatste kant. En nu kan ik mijn document loshalen. Dit is hetgeen wat er overblijft. En dit is het formaat van de advertentie die ik gemaakt heb. Nou, dit was de tutorial over hoe snij ik een document uit met snijtekens. Succes ermee!